evenveel vinden wij de onderwijskrachten belangrijk. En aangezien wij een keuze moesten maken van waar doen wij dat nou, aandacht geven aan de leerkrachten, was het idee geboren om dat juist hier te doen. En waarom? Omdat jullie te maken hebben met vernieuwing. Nieuw gebouw, dus het oude verlaten en naar het nieuwe toe, naar de toekomst. En ik ben eerder bij de dood dan bij mijn geboorte, zeg ik altijd maar. Maar onze kinderen, die moeten nog een heel leven. En daar hebben jullie invloed op. Want onderwijs is heel belangrijk. Vinden wij, vinden jullie zelf, omdat je er zelf ook in werkt. Maar voor onze kinderen en de ouders is het voor de toekomst van Nissewaard heel belangrijk dat jullie er zijn. En daarvoor wil ik jullie bedanken namens de Partij van de Arbeid. En ik hoop ook, wij hopen, uiteraard als lokale partij van de Arbeid, dat jullie hier successen gaan boeken. In de toekomst. Dat de leerlingen hier ook wat leren, gaan werken, leren. En dat ze ook mede opgevoed worden door jullie, terwijl de opvoedplicht vooral bij de ouderen ligt. Maar jullie zijn daar een schakel in. En dat is een waardering waard. En vandaar dat wij dus hier die aandacht op hebben gevestigd op deze locatie. Drie ondernemingen. De Paus Johannes, de Marimba. En de peuter, klein, maar dapper. Nou, daar ben ik ook. Is een klein, maar dapper. Maar, natuurlijk een grapje, maar wij vonden het zo belangrijk om dit zo te doen. En ik wil jullie al hartelijk bedanken. En vandaar dat we een klein, we hadden voor elke afdeling een boom in gedachten, maar in dat plan. Het parkenplan hier is nog niet uitgewerkt, had ik begrepen. Dus die komt er nog een keer aan. Hou mij op de hoogte wanneer dat plan klaar is. Wanneer de kosten ook gedekt zijn. Dan kom ik graag terug voor elk ondernemer met een boom. Zodat die over 50 jaar nog steeds staat. Zodat we kunnen zeggen over 50 jaar, ik niet meer, maar direct. Van, joh, we hebben het goed gedaan. APPLAUS.